dat te laten zien. Er zijn andere manieren om, toch zelf die verandering door te zetten. En eigenlijk in al die projecten, en daarom, dat is ook de reden dat ik hier thuis wil aankomen. Ik wil het afmaken, omdat ik geloof dat het bij jezelf begint. Leijnen, van harte welkom in je thuisstad. Ja, deel ons even van hoe je hier nu staat. Ja, het is waanzinnig, echt waanzinnig om jullie hier allemaal zo... Sorry. Ja. Hartstikke mooi om jullie allemaal hier te zien en die steun te ervaren. Want je moet je voorstellen, ik heb echt, je staat in je eentje elke dag weer urenlang te ploegen. En om dan te zien dat je, dit contrast met dit moment is zo ontzettend groot. En ook om te zien, dat het impact heeft, dat het vervolg heeft, dat is echt geweldig. En ik zei het zo net al, als er één ding is, en dat ga ik dan maar direct zeggen nu ook. Als er één ding is wat ik hoop wat hier uitkomt aan deze mensen die hier allemaal zijn. Laten we zorgen dat we tenminste één deurwaarder extra wegsturen naar die plastic producerende bedrijven, naar die CEO's. Want zo kunnen we echt impact maken. Dus ga naar die website, naar plasticsoepserver.org. En met z'n honderden sturen we één extra deurwaarder vandaag. Als dat eruit komt vandaag, dan ben ik echt hartstikke blij. Dankjewel, man. Ja, ook namens het stadsbestuur. Juist ook met dit onderwerp waar Leiden ook werk van maakt, samen met de gemeenteraad, maar vooral ook met de stad. Daar zijn we allerlei initiatieven voor aan het ontwikkelen en vandaag is daar weer een mooi voorbeeld van. Hier kunnen we fantastisch aansluiten op wat jij teweeg brengt. En ook los van de mensen die hier staan en we daarmee misschien in het hart raken met dit onderwerp, vooral ook veel breder in de stad. Zorgen dat bijvoorbeeld de Leidse grachten schoon blijven, dat we heel bewust omgaan met afval als grondstof in plaats van... Als iets waar je eigenlijk helemaal niet bij nadenkt. We gaan in het najaar daar ook een campagne in de stad voor starten. Om dat bewustzijn nog verder aan te wakkeren. We werken samen met kennisinstellingen in de stad. Om bijvoorbeeld uit te zoeken hoe zit het nou eigenlijk met microplastics in de grachten. Avocado, ik zie haar daar staan.
Doet allerlei onderzoek onder water voor de stad om te kijken wat de impact is. De kleine plastic flesjes met statiegeld waar ook de burgemeester Lenfrink de petitie voor heeft getekend. Dus dat zijn allemaal stapjes op weg naar dat we op een hele andere manier met afval omgaan. En dat we zorgen dat we een leefbare planeet houden voor nu, maar vooral ook voor straks. Dus fijn dat je dit doet, ontzettend trots. En ik vind het ook mooi om je, ik ben ook een wethouder van sport, om jouw emotie te zien bij een fantastische prestatie. Heel veel respect daarvoor. Fijn dat je er weer bent. We gaan straks nog een expositie openen. En daarna kun je heerlijk genieten van wat rust en van de kinderen en je omgeving. Dus nogmaals een groot applaus voor Marijn Tinga. Plasticsoepsurfer.org. Sla dat op in je hoofd. Kijken of er nog een drankje voor mij is en dan loop ik nog wat rond.